Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben net wakker. Of nou, ik was eigenlijk al best vroeg wakker, om 6:30 wakker. Zo wakker. Het is nu 8:00. Ik ga zo meteen lekker naar het strand. Ik heb een beetje last van mijn buik, dus ik heb even Norit genomen. En ik laat het nu even een beetje allemaal zakken. Dat ik gewoon me goed voel en naar het strand kan gaan. Want het is namelijk mijn allerlaatste week. En oh mijn god jongens, het is zo snel gaan. Ik kan echt nog herinneren dat ik gewoon zei, oh mijn god, ik heb er al 1 week op zitten. En nu zit ik in mijn allerlaatste week en ik wil eigenlijk echt super graag blijven. Ik wil echt nog niet naar huis, maar ja, de tickets zijn gewoon best wel duur om te boeken. Ik betaal gewoon €900 extra om te boeken en dan kan ik ook pas over 3 weken vliegen. Want als ik verder nog 1 of 2 weken langer wil blijven, dan betaal ik gewoon €1200 extra. Die tickets zijn momenteel echt super duur. Tenminste als je met KLM vliegt en maar 1 stop hebt. Maar dat wil ik wel, want ik voel me niet heel comfortabel in een vliegtuig. En zeker niet als ik 6 keer moet overstappen. Als ik met een rare vliegmaatschappij vlieg. Dus ik wil gewoon KLM en maar 1 keer zeg maar tussenstop op Singapore dan. Maar dat is gewoon echt zo duur. En dan moet ik ook nog natuurlijk hier accommodatie voor dan die weken. En eten, drinken. En uiteindelijk tikt het allemaal best wel aan. Bali is over het algemeen natuurlijk super goedkoop. Maar als je elke dag en uit ontbijt gaat, en uit lunch gaat, en uit eten gaat, gaat dat alsnog best wel snel. Dus als jullie interesse in hebben, kan ik als ik thuis ben wel een beetje uitrekenen hoeveel ik waaraan heb uitgegeven. En dan dat met jullie delen als jullie ook zoiets van plan zijn om te gaan doen. Woensdag is Njepi. Dus dan mag mijn kamer eigenlijk niet uit. Maar in het hotel mag ik gelukkig wel bij het zwembad liggen als ik heel stil ben. Maar ik vind het ook wel leuk om het mee te maken. Omdat het natuurlijk echt een cultuurding hier is. Ja, ik ga nu even rustig wakker worden. Bikini aandoen. En dan zo lekker naar Times weer. Ik lig echt elke dag bij Times. Ik heb de hele dag lekker op het strand gelegen. En ik lijk echt weer fucking roze rood. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus ja, het ligt. Ik weet niet. Er is iets met de instelling van mijn camera. Waardoor mijn gezicht elke keer. Maar het lijkt meer roze ook dan rood. Maar het is heel raar. Want ik ben helemaal niet zo heel verbrand op mijn gezicht. Ik heb gewoon een beetje. Alleen een beetje roze gewangen. Maar verder is het helemaal niet rood. Het is nu in ieder geval 7:15. En we hebben om 8:00 gereserveerd. Dat ga ik op bij La Baracca eten met een hele grote groep. Ik heb er even geld gebind. Echt, jongens, je lijkt zo rijk als je hier bent. Allemaal briefjes van 100.000 zijn dit. Maar dat is ongeveer €60. Ik heb 1 miljoen gebind. Dat is ongeveer €60. 100.000, ongeveer €6. Nog een tip voor als je naar Bali gaat. Als je geld hebt gezeten, gelijk. Waar is het gaf hier nog binnen? Gelijk je handen desinfecteren. Want mensen denken vaak dat je geen Bali Belly krijgt als je een beetje op je eten let. Maar hygiëne is echt het grootste ding. Dus elke keer als je aan geld hebt gezeten of sowieso voor het eten, na het eten, altijd even je handen desinfecteren. Ik moet zeggen, ik doe dat sowieso altijd. Dit is al de derde handdesinfecteerding die ik hier gekocht heb. Ik ben er sowieso een beetje verslaafd aan. Maar goed, altijd dat doen. Ik wil in ieder geval me even opkleden. En dan gaan we dadelijk lekker eten met CJ en haar familie. Want haar familie is dus hier. En een vriendin van haar. Dus we gaan met een hele grote groep gezellig lekker eten. Maar ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik heb vandaag heel erg op het strand gelegen. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben echt gesloopt gewoon. Ik heb alvast klaargemaakt. Ik ga voor ongeveer 20 minuutjes weg. Ja, ik ga helemaal stuk om dat licht. Maar kijk, zo raar rood in dat licht. Maar goed, dit is wat ik aan heb. Echt super simpel. Hij stelt hem ook niet scherp. De broek en top zijn allebei van de H&M. Zo'nzelfde heb je als ik christelijker aan had. Heel chill. Een linnen broekje eronder. En dan deze slippertjes erbij. Heel simpel. Want ik heb eigenlijk echt niet heel veel zin om helemaal uitgebreid iets aan te trekken. Ik ben de persoon die het in dit weer 's avonds koud heeft. Ik ga ook even wat olie in mijn haar doen, want al die punten, wat erg. Zo verschrikkelijk, maar goed. Ik heb een heel klein beetje mascara opgedaan en een klein beetje mijn wenkbrauw gedaan en lippenbalsem. Oh mijn god, ik ben weer thuis. Wederom ben ik weer een keer vergeten te vloggen. Excuses. Goed, we waren dus aan het eten, was echt super gezellig. En opeens krijg ik een mailtje van KLM.
met je vlucht is geannuleerd. Dus ik dacht echt, oké, what the fuck. Maar goed, mijn vlucht is dus geannuleerd. Tenminste, die naar Singapore, want die vliegt dan dus van Bali naar Singapore en dan van Singapore naar Nederland. Maar dat is in hetzelfde vliegtuig. Dus... Goed, ik heb nu dus geen idee wanneer ik wel vlieg. Maar ik hoop natuurlijk dat ik nog even wat langer kan blijven. Want dat is in eerste instantie wat ik gewoon wou. Misschien hebben mijn goden mijn prayers gehoord of zo. Kijk dan hoeveel viezigheid er van mijn gezicht afkomt. Het is een beetje bruin van mijn wenkbrauwpoeder, maar verder. Zoveel viezigheid van het scooterrijden, niet normaal. Ik weet ook niet wanneer ik nu wel vlieg. Dus ik hoop wel dat ik dat snel hoor. Want ik kan er niet tegen dat ik dan nu geen zekerheid heb van wanneer ik ga. Vind ik het ook niet erg om nog even twee dagen of nog langer te blijven natuurlijk. We gaan het zien. Ik ga dus wel super leuk morgen. Tot en met donderdag samen met Zitke en CJ in een kleine villa hebben gehuurd. In Oelemas, zo gaat het slecht. Dat is hier vlakbij. En dan zitten we dus daar met z'n drieën met Njeppie. En dan hebben we gewoon een eigen privé zwembad. En dacht, we vonden het toch even wat chiller dan in een hotel zitten. Nu ook gewoon lekker zelf koken. Want bijvoorbeeld hier had ik waarschijnlijk dan morgen of overmorgen brood moeten eten als avondeten. Want ik heb hier geen keuken. Je kan niet bestellen, want alles is dicht. Het hele eiland zit soort van in lockdown. Dus je kunt gewoon lekker daar koken. Dus ja, dat is wel gezellig. En dan kunnen we toch nog op die manier opnemen. Kijk hoe goor. Oké, nou, Zetroze. Want ik heb gewoon letterlijk precies dezelfde vlucht gekregen. Maar dan een ander vliegtuig. Want het heeft een ander vluchtnummer. Maar hij gaat ook gewoon via Singapore. Dus ik snap nou niet wat er met die andere vlucht aan de hand was. Ik had echt zo'n beetje hoop dat ze even dachten, we gunnen Roos een dagje extra. En we geven er een vlucht maandag of dinsdag. Maar nee, ik vlieg gewoon alsnog zondag. Het is inmiddels 10:50. Dus ik ga lekker mijn lampje uitdoen. Of even mijn tanden poetsen, lampje uitdoen, plassen, filmpje kijken in bed. En lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. En ga ik ook proberen weer even wat meer voor jullie te filmen. Want het heet in mijn kamer is ook niet leuk om te zien natuurlijk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag zo. Nu zes nadenken. En ik ben al eventjes wakker. Ik heb lekker echt een super rustige morning. Wou ik zeggen, heel Engels. Ochtend gehad. Het is nu 10:50. Ik lig nog steeds half in bed. Ik heb eventjes lekker rustig aangedaan. En zometeen kunnen we inchecken in de villa die we geboekt hebben. Dus ja. Maar ik vind het wel een heel bijzonder iets om ook mee te maken. Dus ja, vanavond ook de hele optocht en alle rituelen, ceremonies. En het schijnt echt heel erg leuk te zijn om mee te maken. Dus ik ben er echt heel erg benieuwd naar. We hebben vanmiddag ook nog eventjes een massage om 3:00 geboekt. Dus dat is ook lekker. Je zit echt super dicht bij ons huis, dus waar we zitten. Dus waar ik vorige week was ik daar ook geweest voor een hoofdmassage en gezichtsmassage. En die was zo lekker. Dus nu ga ik gewoon lekker een Balinese bekmassage nemen. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb mijn spulletje al gepakt, dus ik ga lekker eventjes chillen. En dan over ongeveer 3 kwartier ga ik er vandoor. En dan kunnen we het huis alvast in. Alvast onze spullen daar neerleggen. Dan dus eens naar boodschappen doen. Daar dan die massage. En dan eventjes kijken wat we met eten doen. En dan de optocht. Nou, we zijn in het huis. We hebben net een boodschap gedaan. We hebben hier een hele semi-volle koelkast. Daar ook nog wat dingen. En het kostte allemaal bij elkaar €100. Dus ja, verder het leven hier is goedkoop, maar de boodschappen hier zijn echt reet duur. Hier is CJ. Goedemorgen. Lekker hè? Lekker. Ja, dit is dus, ja thanks. Dit is de eten ellende en daar is het zwembadje. Helemaal lekker. Oh, en nu gaan we een massage nemen. Ja, ik heb er ook wel zin in. Toch? Ik ben helemaal wel een dikke. Nou jongens, hij was er. Oh, nu zie je echt hoe mooi het is, mijn wenkbrauwen. Oh. CJ heeft mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ben echt heel blij mee. Ja. En wij gaan nu naar buiten. We gaan de straat op. We're going on the street, you know. You know. We're going on the street. Want
Het is dus oké. Gaan ze dus met allemaal soort van papiermaché, beelden, enge, evil monsters de straat op. En dat moet dan dus alle demonen en slechte geesten aantrekken. En dan doen ze dat op het einde allemaal verbranden. Dus dat al die slechte geesten zo allemaal verbrand zijn. Nou, dus dat is wel leuk natuurlijk om eentje mee te maken en om te zien. Een baby. Oh, een babyzaal. Een babyzaal. Wacht, wat is die? Oh nee. Is hier? Ja. Hier. Oh, wat een babytje. Oh, is het daar. Echt niet meer. Ja, er staat ook gewoon niet scherp. Ja. Dat is echt flink vliezen. Kan ik het pakken, denk je? Ik denk het niet. Oh, nou ja, loopt echt zo. Hij is echt vast. Hij was heel, heel klein. Je hebt ook kaal. Nou, wij zijn weer terug in ons huisje. Het is nu 9:30 en het was echt oprecht super leuk om dit mee te maken. En het was ook heel toevallig dat het echt een zo'n parade gelijk hier bij ons voor de deur was. Het gaat ook nog langer door hoor, maar wij waren best wel een beetje moe. Onze voeten deden een beetje pijn. We hadden even met zo'n lokaal vrouwtje waar we aan het praten. Of volgens mij zijn die meiden er dicht nog even staan naar de supermarkt. Maar... Pocari, jij hebt Pocari, mijn friend. Ik heb even een Pocari'tje. Wat heb je last van buik? Nee. Oh. Maar het is wel goed voor je. Oh, nou, bij mij was het wel alarm. Dat was een scheetje, dat was geen poepje. Oh. Maar goed, ik ging wel net even uitleggen. Dat even met die lokale chick stond te praten en dat zij het een beetje aan ons ging uitleggen. Dat, wat was het? Oh ja, dat nu, dit is Ogo. En dat zijn dus zeg maar allemaal soort van ja, demonen en evil dingen. En ja, stoor de rust maar weer. Is dus het ding, morgen moet je binnen blijven en om te mediteren, te vasten en om een soort van terug te geven aan de wereld. Blablabla. Maar ook zodat dus deze demonen vrij rond kunnen lopen en alle slechte geesten en alles soort van... tot zich kunnen nemen of zo. En dan donderdag worden al die creatures, dingen, beesten, worden ze allemaal verbrand met dus alle slechte geesten en dergelijke erin. Ik denk dat heel weinig mensen dit weten. Ja, maar ik denk oprecht dat bijna niemand het weet. Ik wist het ook niet. Nee. Maar daarom super leuk. Ja, en, ja, en heel veel mensen wouden dus eigenlijk met deze dag ook weg van Bali. Ja, maar, super veel zijn er Noosa. Ja, Gili, ja want nog... kijk, Gili en Noosa is niet trouwens, toch? Dat is wel Hindoes. Klopt. Hindoe. Maar Gili is islamitisch, Lombok is islamitisch, toch? Islamitisch, toch? Ja. Wel. Ja, dus daar vieren ze dit niet. Dus daar mag je gewoon dingen doen. Maar hier moet je bijvoorbeeld morgen wel even kunnen zijn. Maar wij vonden het wel leuk om dit wel mee te maken. Hier kan ik weer praten. Maar goed, we zijn dus even lekker ontbijtje aan het maken. Lekker eitjes, lekker broodjes erbij. En dan gaan we daarna lekker de hele dag hier bij het zwembad gewoon liggen. Want dat mag dus wel gewoon. En voor lunch gaan we lekker een pasta salade maken. In de avond ga ik lekker noedels maken. Dus ja, we hebben het helemaal lekker. Oh, mijn nagel breekt opeens. Dit is naar. Dit is heel naar. En oh my god, jongens, ik zat net even na te denken. Ik heb hier nog maar 4,5 dag. En dan ga ik wel naar huis. Erover praten gaat het ook niet langer maken. Dus ik ga nog echt volop genieten de komende dagen. Lekker proberen nog een beetje een kleurtje te krijgen. En dan naar huis zondag. Nou, breakfast is served. Lekker scrambled egg. Het ei is hier echt heel geel. Vroeg koken. Heel lekker. Ik lig heel erg lekker in bed. Het is nu 3:15 al. De tijd gaat echt
heel snel. Het is nu een beetje bewolkt buiten. Het heeft net ook een beetje geonweerd. En ik denk dat misschien zo dadelijk ook even gaat regenen. Maar ik heb in ieder geval de hele ochtend lekker gechilled. En ik ben nu even een beetje wat werk op mijn laptop aan het doen. Ik moest nog een video aanleveren voor goedkeuring voor lounge. Voor samenwerking. Ik moet nog eventjes mijn week van vorige week afbewerken. Maar dat was nog niet echt aan toegekomen. Ik dacht, dit is wel een goed moment om dat te gaan doen. Ik heb echt super erg hoofdpijn. Ik weet niet hoe dat komt. Dit is toch een heerlijk uitzichtje tijdens het editen. Ik had ook nog buiten kunnen gaan zitten. Maar ik vind binnen wel even lekker in de airco. Lekker even koel. Aan het editen. Ik heb even lekker gedoucht. Zo. Oh, het klaart daarachter weer een beetje op. Dat is fijn. Het was echt super donker de lucht. Maar het klaart gelukkig weer een klein beetje op. Ik dacht, ik douche nu alvast. Want we mogen hier s'avonds geen licht aanzetten. Maar helemaal niet in de badkamer, omdat daar een raam zit. En dan kunnen de politie, de neppie-politie, zien dat er hier vanuit het raam licht komt. En dan krijgt dus de bewoner van dit pand, of de eigenaar van dit pand, een boete of problemen of iets. Omdat dan de regels, zeg maar, niet worden nageleefd. Dus ik dacht, ik douche nu alvast, dan hoef ik dadelijk niet in het donker te douchen. Nou jongens, je ziet nu vanaf buiten echt zo mooi de sterren. Omdat natuurlijk overal op het eiland al licht uit zijn. Ik heb dan toevallig nu wel een lamp aan. Maar ik heb mijn gordijnen helemaal dicht gedaan. Dus die lampen zie je vanaf buiten niet. Maar ik weet niet of je het op camera kan zien. Ik ga het proberen om te laten zien. Ik zie ook helemaal niks. Ik denk niet dat je het op camera kan zien. Dat is echt heel kut. Het is zo mooi. Je ziet zo veel sterren. Ik ook niet. Dit is echt bizar. Good morning. Good morning. Het is vandaag donderdag. En wij gaan zo weer loeshoedje. Ik heb jullie opleggen. Oh, maar ga ik denk lekker naar het strand. Ik moet even kijken. Zie nou. Is de vis weg? Nee, sorry. Wat? Oh, nee, dat maar. Oh. We hebben vissen. En gisteren bewoog hij dus niet meer. Dus ze dacht dat hij dood was. Maar hij sliep gewoon. Maar hij sliep gewoon, because it's back. Oh, hij gaat nu weer voor dood spelen. We hebben er nog één. Ja, we hebben er nog één. Die ook dood? Nee, die beweegt gewoon. Oh ja. Ja, lief, liefjes. Echt popjes. Nou, ik heb nu even lekker dit aan. Broekjes van Naked, shirtjes van de H&M. En dan gaan we zo weer lekker scooteren. To the normal life here. Nee. Voor mijn gevoel zitten we ook echt 3 uur van ver van ons vandaan, maar 20 minuten rijden. Ja, is goed. Ja. Het is echt een tophotel. Villa. Oh, nou jongens, ik ben weer lekker thuis. Het was echt super gezellig en ook super chill. Ik ben echt blij dat we het gedaan hebben. Ik denk dat het verblijf uiteindelijk per persoon iets van €85 was. En dan hadden we wel veel boodschappen, dus het was niet per se een heel goedkoop. Paar laagjes, maar het was wel echt heel chill, want anders was ik dus 24 uur lang in deze kamer moeten zitten zonder licht te mogen gebruiken. Dus ja, daar hadden we gewoon lekker eten, konden we gewoon lekker koken, dus we hebben letterlijk in de middag, in de ochtend hebben we letterlijk een uitgebreid ontbijt gedaan, in de middag hebben we lekker gekookt, geluncht en in de avond lekker gekookt en avond gegeten. Dus ja, ik ben wel echt heel blij dat ze dat gedaan hebben. Ik heb even lekker gedoucht en ik heb eventjes lekker wat werk gedaan op mijn laptop. En ik dacht, misschien is het wel leuk om jullie even weer mijn favoriete items van Look Fantastic te laten zien. En nu een beetje een soort van vakantie-editie. Ik bestel natuurlijk elke maand bij Look Fantastic. En ik had de vorige keer allemaal dingen uitgekozen voor mee op vakantie. En ik dacht, het is misschien wel leuk om dat een keer te laten zien. Ik ben intussen trouwens ook alvast een klein beetje mijn koffer weer opnieuw aan het inpakken. Met een aantal dingen waarvan ik weet dat ik de komende dagen sowieso niet ga gebruiken. Ik dacht, ik kan gewoon net zo goed alles gaan inpakken natuurlijk. Om te beginnen, is de shampoos. Jongens, deze is zo chill. Let even niet op hoe raar deze fles zit. Hij is even een beetje
Van de Huawei, ik kan het niet uitspreken. Ik had dit product nog nooit gebruikt en ik zag het echt heet op TikTok voorbij komen. En ik vind het echt super chill. Ik heb voor de fine hair de shampoo en dan heb ik de conditioner voor thick hair. Of thick, want ik had het idee dat dan voor dikker haar de shampoos wat of de conditioners wat vetter zijn. En ik dacht met al dat zout en alles is dat juist wel lekker. En daar ben ik echt heel blij mee. Mijn haar hier is zo slecht. Het is echt, denk ik, 3 keer zo dun dan het haar waarmee ik aankwam. Door al het zoute water, door de zon en door de slechte kwaliteit van het water in de douches. Dus echt niet normaal. Dus deze items helpen er echt heel erg bij. Ik merk heel erg dat deze echt heel voedend zijn. Dus nou, deze vind ik echt heel erg chill voor mijn haircare. Dan heb ik deze olie mee. Die is van Kerastase. En hier ben ik al echt een hele lange tijd fan van. Hij is ook echt al bijna op. Dus ik moet binnenkort ook weer eventjes nieuwe aanschaffen. Maar ja, dit is echt een van mijn favoriete haircare producten. Hij ruikt super lekker en hij voelt mijn haar ook heel chill. Sowieso zonnebrand en dingen vind ik ook mega chill bij Look Fantastic. Ik gebruik van La Roche-Posay nu. Alleen die zitten in mijn strandtas. Die zitten helemaal onder het zand. Dus die wil ik even nog niet openmaken. Maar volgens mij heb ik die al een keer eerder ook in een video laten zien. Dat ik die toen besteld had. En ik vind die heel chill werken. Maar mijn lippen verbranden dus ook echt heel snel. Je ziet het ook een beetje dat het helemaal droog is. Ik heb dus bij Look Fantastic dan van Bondi Sands een lippenbalsem met SPF 50 erin. En je had deze in meerdere smaakjes. Maar ik ben gaan voor Sweet Vanilla. Dus voor mij is suncare niet alleen zonnebrand voor gezicht en lichaam. Maar ook echt voor mijn lippen. Want het verbrandt zo snel bij mij. Echt, dit is niet normaal. Weer de hele dag door lekker dit erop. Vind ik heel lekker. Ik vind de replica geuren van Maison Margiela echt super lekker. Ik heb zelf deze. Oh ja, in luchtje. Dus de Beach Walk. Is echt mijn allerfavoriet qua vakantiegeur. Ik had die vorige jaar Bonaire ook op. En ik heb hem nu dus in het groot en in een mini. Hoe schattig. Maar ik heb nu dus ook een nieuw geurtje daarvan in een handcreme. Dit is de geur Lazy Sunday Morning. En deze handcreme is ook oprecht heel chill. Zeker in het vliegtuig heb ik altijd super droge handen. En ik had nu dus ook nog een keertje anders besteld dan een beauty product. En dat zijn dus deze dingetjes. En dit kan je dus op je tepels doen. Voor een doorschijnend shirtje of iets. En dan schijnen je tepels niet door. Ik heb ze alleen nog niet gebruikt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ze zien er wel goed uit. Dus ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. En verder hebben ze op Look Fantastic sowieso heel veel chille dingetjes. Maar goed, ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Namelijk met de code LFROSA krijg je volgens mij tot 20% korting. En 5% korting op, extra op sale. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. En check het zeker. Ik ben de vloer aan het bewerken. En ik heb even een kleine aanpassing. Het is niet 20% korting. Maar de kortingen op de website zijn momenteel tot 33%. En met de code LFROSA krijg je 10% extra daarbovenop. Ik ga nu in ieder geval verder met een klein beetje mijn koffer inpakken, denk ik. Want ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik sowieso weet dat ik de komende dagen toch niet meer ga gebruiken. Dus ik kan net zo goed als mijn koffer beginnen met inpakken. Ik wil echt niet naar huis. Oh my god. Maar ik zie dat ik echt alweer veel te lang aan het filmen ben. Dus ik ga de camera lekker wegleggen en lekker aan de slag. Ik ben even snel wat boodschapjes gaan doen. Dus ik dacht, laat je even zien wat ik gekocht heb. Ik doe altijd boodschappen bij de Pepito. Dat is wel echt een van de duurste supermarkten. Maar het is wel een beetje ja, van dat toeristische gebeuren. Dus je hebt er wel veel dingen die ik lekker vind, zeg maar. Even 2 flessen water. Even brood. Want ik dacht, dan ontbijt ik morgen gewoon lekker hier mijn brood met veel panotti. Want ik heb het nog in huis. Dus dacht, ik wil dat liever eerst opmaken voordat ik weer anders ga zitten ontbijten. Dit gehaald. Dit zijn hier de watjes die zij gebruiken. Micellair water. Die van mij die is echt bijna op. Dus die. En dan heb ik een mini chocolade toetje. Die is super lekker. Dus ik weet niet of ik die nu al ga opeten of morgen of iets. Maar dat is in ieder geval alles wat ik heb gekocht. Ik heb ook mijn koffer voor een deel al ingepakt. En ja, ik ga nu lekker in bed film kijken. En lekker op tijd slapen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En oh mijn god, even mijn laatste dagen. Maar ik ben even aan het omkleden. Ik ga zo lekker naar het strand. Ik ga lekker in mijn eentje. Ik vind het heerlijk. Ik wil eigenlijk naast Times heb je van die bedjes. En ik hoop dat die open zijn. Gisteren was die niet open. En ze zijn volgens mij vaak sowieso pas wat later op de ochtend open. Dus misschien dat ik eerst even naar Times ga en dan naar die bedjes. Want ik moet echt de achterkant tennen. Want ik ten nu heeft alleen maar de voorkant. Omdat je bij Times alleen maar ziet. Okay. Maar goed. Ik heb deze bikini aan van Bayou. En ik heb hem zeg maar zo hier omgeslagen.
Want deze band is normaal best wel, zoals je ziet, breed. En nu is hij wat dunner. En dat is wat makkelijker met het tannen. En dan doe ik deze lekker een beetje zo. En dan kan ik goed tannen. Maar van nu doe ik hem nog heel eventjes gewoon zo. Ik lig even bij mijn hotel, nu bij het zwembad. Ik ben net op het strand geweest, maar ik had echt mega buik bij hem. Dus ik dacht, ik ga even lekker bij mijn hotel liggen. Dus dan lig ik nu. Alleen het is weer dat de zon weggaat. Voor haar, het gebeurt de hele tijd rond dezelfde tijd. Rond 2:30, 3:00. Het is nu 2:55. Het begint nu helemaal bewolkt te worden. Maar het is wel echt een super lekker plekje. Ik zit nu trouwens in Isaya Boutique Hotel. En ik vind het zelf echt heel chill. De locatie is heel chill. Ze zijn daar allemaal dingen aan het verbranden. Want dat doen ze hier dus. Ze verbranden letterlijk alles. Volgens mij is het zelfs zo dat ze dode mensen, zeg maar, ook altijd cremeren hier. Er zijn ook maar een paar begraafplaatsen volgens mij. Want dat is met het geloof dat ze anders bang zijn dat de geest of zo terugkomen. Maar goed, echt, het is zo'n lekker plek hier. Maar ik ga even snel wat eten boven. Vanavond ga ik hier chillen wel. Met een aantal. Oh, daar komt iemand. Dat vind ik heel gemakkelijk. Ik ga even wegdoen. Ik heb gedoucht en even snel een klein beetje make-up gedaan. Of nou, alleen mijn wenkbrauwen en mascara. Want ik ga zo heel eventjes een fotootje maken. Samen met Emma. We gaan even proberen of we ergens leuke foto's kunnen maken. Dus goed, dan rijden we even. Rond mijn haar, jongens, is zo rond geworden door de zon hier. Dat is niet normaal. Dan lijkt je altijd nog bruiner met dat witte geblonde haar. Ik heb het idee dat aan deze kant dus blonder is dan aan die kant. Even een paar dingen mee. Ik weet niet zo goed waarmee ik een foto mee wil. Zo waar ik een foto mee wil. Dus ik neem gewoon even wat dingen mee. Dan kan ik daar even kijken. En dan gaan we even rondrijden. En ergens een fotootje maken. Ik heb even mijn spullen gepakt en ik ben ready om te gaan. Ik meet met Emma gewoon hier aan de voorkant van het hotel. Aan heb voor nu. Ik wil hier graag een fotootje mee. Jurkjes van Bayou. En dan haal ik even mijn bikini top eronder uit. Dat vind ik al mooi staan als die wc erachter. Ik ga dit even eventjes zo zetten. Ik vind de wc erachter echt een vorm. Maar goed. Jurkjes van Bayou. Schoentjes zijn van de Mango. Tasjes van Nuno. Nou, we zitten bij Hanny. En we hebben lekker een sapje. Helemaal gezond. Het is een beetje donker. Zo. Maar we hebben eventjes foto's gemaakt. En het is nu 6:10. En om 7:30, half acht, ja, komt ja, iedereen naar mij. Dan gaan we pizza's bestellen. En eten. En dan gaan we eindelijk. Nou, oh my god, jongens. Dit is wat ik zo erg aan mezelf haat altijd. Ik heb het altijd op het begin echt te leuk naar mijn zin. En dan een uur of letterlijk anderhalf uur. In dit geval ben ik opeens van de ene op de andere minuut dood op. En is letterlijk het enige waar ik nog aan kan denken mijn bed. Nou, dat had ik net dus. Dus ik ben maar gewoon lekker naar huis gegaan. Ik dacht, ik kan maar beter gewoon als ik moe ben op tijd gaan slapen. Ik ga morgen namelijk naar een beachclub. En ze hebben een jakje, dat is ook nog 20 minuten rijden. Ik moet om 10:00 zijn. Ik ga daar met Luna liggen. Luna is dat Deens meisje die ik in mijn paar weken geleden had leren kennen. Ja, ik had mijn haar eigenlijk al mijn eerste week volgens mij al leren kennen van Bali. Echt een superleuk meisje. Dus ik ga met haar naar Mississippi, dat is een beachclub. En daar ben ik nog helemaal niet geweest. Ik ben heel benieuwd. Maar ik was zo moe. Het enige waar ik nog aan kon denken was mijn bed. Dus ik ben naar huis gereden. En het is denk ik letterlijk 12:00. En ik ben al thuis. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Mijn allerlaatste volle dag op Bali. En ik ga nu de deur uit. Want ik ga naar Mississippi toe. Dat is een soort beachclub. Ik ben door hun uitgenodigd om daar lekker een dagje te komen chillen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het daar is. En naar aanleiding van alle reacties ga ik proberen vandaag nog eventjes zoveel mogelijk voor jullie te filmen. Ik hoop dat het me lukt.
Ja, mijn camera stelt hem dus ook nooit scherp. Maar dat is een probleem met deze camera. Dat hebben echt heel veel mensen. De outfit is van Bayou helemaal. Ik heb alleen het jurkje iets te warm gewassen. Waardoor hij een beetje veel te kort is. Hij hoort echt tot hier te komen. Maar goed, het bikinietje is ook lekker Bayou. Jurkje Bayou en dan de schoentjes. Dus ik ga nu op mijn scooter stappen. Het is ongeveer 25 minuutjes rijden, want het is een semi-jak. Ik ga even mijn powerbankje mee. Ik ben even thuis. Ik hoop dat ik vandaag een beetje wat meer gefilmd heb. Ik heb met mijn telefoon geprobeerd te filmen. Ik heb een hele witte vlek in mijn nek. Omdat ik elke keer zo zit als ik mijn telefoon zit. Wat verschrikkelijk. Ik trouwens wat voor viezigheid er van mijn gezicht afkomt. En dit komt dus zeg maar gewoon puur door de scooter. Ik heb al gedoucht. Dus er is al een deel af. En nu komt er dus nog meer af. Van de viezigheid van het scooteren. Maar goed, ik ben me nu even snel aan het klaarmaken. Want ik ga zo meteen weer naar het strand voor sunset. Mijn allerlaatste sunset. Oh my god. Nou, niet mijn allerlaatste sunset mag ik hopen. Maar in ieder geval nu hier. En dan heb ik om 7 uur hebben gereserveerd bij Yuki, Luna en ik. Want Luna vliegt dus ook morgen. Maar zij vliegt dan dus naar Denemarken. Dus we hebben niet dezelfde vlucht. Maar ze vliegt wel ook om 9 uur half 10 zoiets. Dus ik zie er waarschijnlijk morgen vliegt ook nog. Maar... het is ook haar laatste avond, dus we gaan samen lekker uit eten bij Yuki. Echt heel lekker. Ik heb daar 1 keer eerder gegeten. En dan kom ik daarna thuis. En dan ga ik mijn hele koffer inpakken. Zodat ik helemaal ready ben om morgen naar huis te gaan. Ik ga daar nu vandoor en dan gaan we eerst even bij Times Beach naar de zonsondergang kijken. En dan daarna bij Yuki eten. En Yuki zit tegenover Times Beach, dus dan is het top. Thuis en ik ben bezig met mijn koffer inpakken, maar het was echt super gezellig. Echt, ik heb geen idee hoe ik dit goed krijg en het past allemaal niet. En mijn koffer was op de heenweg al te zwaar, mijn grote koffer. Maar toen op de heenweg vloog ik business class. Ik dacht, hoe is gek, ik geef mezelf een upgrade. Oh, ik sta ook voor mijn onderbroek daar. Maar toen had ik mezelf een upgrade gegeven, dus toen maakte het niet echt heel erg uit hoe zwaar die koffer was. Maar ja, was dus wel te zwaar. Maar nu terug bij de weg vlieg gewoon economie. Want ik ga echt niet weer zo achterlijk veel geld uitgeven om business class te vliegen. Maar nu is die koffer dus zwaar. Dus ik moet zoveel mogelijk in mijn handbagage doen. En dan probeerde ik hem weer op mijn handbagagekoffer kapot gemaakt. Ik hoop dat ik die nog kan maken. Anders ben ik een lul. Oké, ik ga het even proberen te fixen. En dan lekker slapen. Het is nu 9:15. Dus ik heb nog echt wel echt even de tijd om het te fixen. Goedemorgen jongens. Het is vandaag... zondag. En het is nog super vroeg. Het is 8:15 ongeveer. Ik heb me namelijk al helemaal lekker gedoucht en klaargemaakt om zo uit te checken en dan naar het strand te gaan voor de allerlaatste dag. Ik vlieg vanavond om 9:30 pas, dus ik ga rond 6:00 zoiets naar het vliegveld. Dus hier zo meteen al uitchecken. Dus ik dacht, ik ga de hele dag naar het strand en dan kan ik als goed bij Emma douchen vanmiddag. Maar ik heb wel volgens mijn haar gewassen, dan doe ik vandaag gewoon niet de zee in met mijn haar. Zo jammer. Ik heb echt zo geen zin om te gaan. Maar goed, op je hoogtepunt moet je gaan, zeggen ze altijd. Nou, mijn koffertjes staan klaar. Laatste keer genieten van mijn uitzicht hier. Mooi rijstveld. Oh, ik wil echt gewoon zo niet gaan. Ik heb ook gewoon totaal niet het besef dat ik ga. Dat is ook wat kutte. Nou jongens, het regent. Ja, heerlijk. Let's go!
god jongens, het is vandaag maandag en ik ben weer thuis in Nederland. De camera in mijn lens zat dus zand. Er zit nog steeds zand in, maar ik krijg dat er niet uit. Maar daarom had ik er dus gisteren niet meer echt verder mee gefilmd met mijn camera. Alleen maar met mijn telefoon, omdat dus in mijn camera dat zand zat. En elke keer ging mijn lens klepje niet goed uit. Maar goed, ja, ik ben weer thuis. Koud, het is... Wat kan ik ervan zeggen? Ik moet ook echt een afspraak gaan maken voor mijn haar. Het is helemaal... goor. Lelijk. Goed, ja, ik, het is natuurlijk super leuk om mijn ouders weer te zien. Mijn zus, mijn broer, familie, vrienden. Maar ja, ik had echt nog wel veel langer willen blijven. Normaal gesproken heb ik dus echt wel dat gevoel van... Oh, ik vind het nu ook wel lekker om naar huis te gaan. Maar in dit geval had ik dat dus helemaal niet. Net bijvoorbeeld net zat ik ook weer naar vliegtickets te kijken om weer terug te gaan. Ik kan het echt iedereen zo, zo erg aanraden om zoiets in je eentje te doen. Gewoon out of your comfort zone. Gewoon gaan. Ik vond het heel spannend toen ik ging. In de eerste dagen, dat heb je ook al in mijn eerste vlog kunnen zien, heb ik het ook echt wel eventjes lastig gehad. Maar uiteindelijk heb ik het zo naar mijn zin gehad. En had ik wou gewoon niet weg. Dus ja, ik ben super blij. En ook echt heel trots op mezelf dat ik het heb gedaan. Dat ik allemaal super leuke nieuwe mensen heb mogen leren kennen. Dus ja, daar ben ik echt super dankbaar voor. En nu ben ik weer lekker back in de house. Om iedereen te irriteren. Dus alleen iemand thuis, want iedereen is aan het werk. Ja, nee, ja, het is heel gek. Want aan de ene kant voelt het heel dubbel. Want ik vind het natuurlijk echt super leuk om iedereen hier weer te zien. Hebben. Om jou weer te zien. Ja, jij ziet mijn bord van mijn eten van net. Dat is lekker. Dus dat is natuurlijk super leuk. Maar oh, het leven daar is zo lekker. Ik hoop dat ik toch nog een beetje leuke dingen heb kunnen filmen. Ik had een aantal reacties gelezen dat mensen vonden dat ik te weinig filmde. Maar ja, ook om daar nog een kleine extra toevoeging op te geven. Ik leefde op heel veel momenten ook echt zeg maar in het moment. En ik was met mensen die ik niet heel goed kende. Dan pak ik er al niet zo snel de camera bij. Ik weet niet of zij op de film willen. Ik voel me nog niet heel comfortabel dan met de camera bij mensen. Nog mensen wisten niet eens dat ik een YouTube deed. Dus ja, dan pak ik gewoon die camera daar niet zo snel bij. Dus ik hoop toch desondanks dat ik toch nog een leuke vlog voor jullie heb kunnen neerzetten. En ja, ik vind het sowieso gewoon super leuk ook om later terug te kunnen kijken. Maar de komende tijd is het wel weer vanuit Nederland. Ik heb al wel weer een trip gepland staan, maar dat is pas in juni. Ik wil eigenlijk eind april, begin mei ook nog ergens heen. Maar ik moet eventjes precies kijken waarheen en met wie en hoe en wat. Maar voor nu wordt het lekker even quality time. Met Brummetje. En met de fam. En ja, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie mijn volgende video weer te zien. Doei doei.